En leuk dat je kijkt. In deze video laat ik zien hoe ik mijn kwasten was. Misschien weet je hoe je kwasten moet wassen, misschien weet je het nog niet en denk je kwasten wassen, kan dat? Ja, dat kan. Je kan je kwasten gewoon wassen zodat ze schoon zijn, alle bacteriën uit je kwasten gaan. Want natuurlijk vooral gezichtskwasten gebruik je heel vaak. En als je net zoals ik wel eens last hebt van puistjes, dan zit je dus elke keer op die puist en op de rest van je gezicht. Lekker! Dus het is gewoon goed om die vaak te wassen. Het beste schijnt 1 keer in de week te zijn. Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe vaak je je kwasten gebruikt. Als je ze nooit gebruikt, hoef je ze natuurlijk ook niet zo vaak te wassen. Maar het beste schijnt als je echt dagelijks je kwasten gebruikt om ze iedere week te wassen. Dat haal ik sowieso niet. Als ik 1 keer in de maand haal, dan is het al goed. Maar wel laatst dacht ik, het moet weer gebeuren. Ik dacht, ik film het gewoon voor jullie. Ik dacht, misschien leuk om te zien hoe ik dat doe. Of misschien weet je nog niet eens hoe je het überhaupt kan doen. Dacht ik, is het leuk om dat even aan jullie te laten zien. Ik heb het trouwens gefilmd met mijn nieuwe vlogcamera, de Canon G7X. En het is een beetje donker, dus daar excuses daarvoor. Ik moest nog een beetje spelen met instellingen en zo. Maar achteraf is het dus best wel donker geworden. Dus voor de volgende keer weet ik dat ik daar wat licht op moet. Het is ook in de badkamer, is ook lastig. Maar goed, dan weet je dat het dus wat donkerder is. Excuses daarvoor. Ik ga gewoon laten zien hoe ik mijn kwasten was. Ik ben heel benieuwd hoe jij je kwasten wast. Heb je variaties op hoe ik het doe of nog leuke tips? Laat dan vooral weten, vind ik heel erg leuk. En ja, dan ga ik maar gewoon snel aan de slag. Wat ik gebruik is eigenlijk het volgende. Natuurlijk mijn kwasten en baby shampoo en een handdoek. En het eerste wat ik ga doen is even mijn kwasten uitzoeken. Welke heb ik wel gebruikt en welke heb ik niet gebruikt. Dan zijn dit alle kwasten die ik moet wassen. En ik heb hier een aantal die gebruik ik gewoon niet. Of die heb ik niet gebruikt. Dus die hoef ik dan niet te wassen. En wat ik dan doe is eigenlijk het volgende. Ik zet de kraan zachtjes aan. Op, nou ja, niet te warm, niet te koud. Ik doe een beetje shampoo op mijn hand. Ik pak de kwast, die maak ik even nat. En dan ga ik gewoon met draaiende bewegingen, maak ik zo de kwast een beetje schoon. Gaat lekker schuimen. En dan doe ik het onder de kraan. En als hij klaar is, knijp ik hem een beetje uit. Breng ik hem in vorm. En dan leg ik hem terug op de handdoek. En dit doe ik eigenlijk met al mijn kwasten. Ik vind dat zo heerlijk als dit dan helemaal vies wordt. En als je zo doet, dan allemaal vies sop uitkomt. Ik weet niet, dan kan ik echt... Oh, dan denk ik, yes! En mijn beautyblender was ik ook gewoon met zeep. Wat ik dan doe is weer zeep in mijn hand. En maak het sponsje even nat. En dan maak ik, dan kneed ik gewoon een beetje het zeep er doorheen. Ik vind het toch wel moeilijk beautyblender schoonmaken. Ik heb ook speciale beautyblender zeep. Maar dat vind ik een beetje onnodig. En dan knijp ik hem gewoon uit totdat er geen schuim meer uitkomt. Dan ga ik ervan uit dat alle shampoo er wel uit is. En je krijgt hem niet helemaal schoon. Nou, hier zitten nog bruine plekken, maar dat krijg ik gewoon niet met geen mogelijkheid schoon. Als ik alle kwasten heb gewassen, dan heb ik ze op de handdoek gelegd. En dan doe ik mijn handdoek eventjes eroverheen en dan draai ik een beetje, zodat de handvaten droog zijn. En dan neem ik ze mee naar mijn slaapkamer. En dan zijn we bij mijn kachel en daar laat ik mijn kwasten altijd op drogen. En wat ik doe is eigenlijk met mijn handdoek leg ik eigenlijk zo neer, zodat er een soort keiltje van mijn handdoek komt. Je kan de kwasten ook rechtstreeks op je kachel leggen. Ik weet niet of dat heel goed is voor je kwasten. Maar ja, mocht je geen niet zo'n kachel hebben, kan je ze natuurlijk ook gewoon op een andere manier bij je kachel leggen. Maar wat wel belangrijk is, is dat je ze met de haren naar beneden neerlegt. Dit is misschien niet een goed voorbeeld. Maar bijvoorbeeld deze moet je met de haren naar beneden. Dus als je zo legt, gaat al dat water gaat dan hier zitten. En dan kan je deze... Ja, dan gaat het hier het water in zitten en laat de lijm los. Dus dan kan je eigenlijk gewoon je kwast na een tijdje al heel snel weggooien. Dus je moet ze altijd zo neerleggen, zodat het water naar beneden gaat. En dat doe ik op de volgende manier. Ik leg altijd mijn kwast hier neer, dan schuif ik hem naar achter. En dat schuiven doe ik niet zo heel vaak. Meestal doe ik gewoon zo, zodat de haren worden geschoven. Want het is ook belangrijk als je je kwast zo laat drogen. Dan worden die haren dus ook zo. Dus ik leg altijd... Ik schuif ze een beetje en dan leg ik ze neer. En ik begin met de grootste achter. En dan ga ik steeds naar kleiner. En hier leg ik helemaal aan die kant mijn beauty blender neer. En waarom ik dat doe,
is omdat ik dan vervolgens die kan ik op de beauty blender laten drogen, zodat die een beetje zo scheef naar beneden staat. En eigenlijk doe ik dat een beetje om en om. Dus ga ik weer hier naartoe. En dan weer aan die kant. Tot het hele rijtje vol is eigenlijk. En als ik al mijn kwasten zo op liggen, dan laat ik ze drogen. En vaak duurt dat een dag, halve dag. Afhankelijk natuurlijk van of de kachel aan staat of niet. Nu staat hij lekker aan, omdat het winter is. Maar in de zomer duurt het daardoor iets langer, omdat de kachel dan niet aan staat. Ja, en dan heb ik binnen een dag heerlijk schone kwasten. Dus morgenochtend kan ik lekker met schone kwasten mijn make-up doen. Wat stiekem toch wel heel lekker is. Dit was de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren, te reageren en te liken natuurlijk. En dan zie ik je gewoon de volgende keer weer. Doei doei!